Stel dat de formule inkomsten in euro's is 3,45 plus 4,85 t is gegeven. En stel dat iemand nou op een dag 37,40 euro wilt verdienen. 37,40 euro. En ik moet gaan uitzoeken voor welke t-waarde dat geldt. Stel, ik ga eerst eens even invullen t is 2. Dus maak even weer een tabelletje. T is 2. Het moet uitkomen op 37,40. Nou, voor T is 2 vind ik 3,45 plus 4,85 keer 2 is 13,15 euro. Dat is dus minder dan die 37,40. Nou, gaan we eens wat hoger. Stel ik vul in T is 8. Dan is het 3,45 euro. Plus 4,85 keer 8. En dan vind ik de waarde 42,25 euro. Wat weer hoger is dan die 37,40 euro. Nou, stel ik vul T is 5 in. T is 5. Ja, is er tussenin. Dan vind ik 3,45 euro plus 4,85 keer 5. Is 27,70 euro. Nou, dat is dus nog lager. Dan ga ik weer wat omhoog. Stel, ik vul 6 in. Bij 6 vind ik 3,45 euro plus 4,85 euro keer 6 is 32,55 euro. Dat is nog wat minder dan 37,40 euro. Dus ik ga nog steeds omhoog. Als ik nou t is 7 invul, dan vind ik 3,45 euro plus 4,85 keer 7 is 37,50 euro. En dat is dus ook het antwoord wat ik moest hebben. Nou, die vul ik dus in. Dus welke berekeningen schrijf ik uit? Ik schrijf die uit, ik schrijf deze uit en ik schrijf ook die uit. Want dat zijn dan de waardes wat ik moest hebben. 3,45 euro plus 4,85 keer 8 is 42,25. Die zit er net boven. Dan 3,45 euro plus 4,85 keer 6 is 32,55. Dat is de waarde die eronder zit. En de juiste was 3,45 euro plus 4,85 keer 7. En dat is 37,40 euro. Dus... T is 7.